Thuis is waar je heen wil, waar je echt jezelf kan zijn. Ben je bang, wil je dromen, je bent thuis. Waar je altijd iemand open in de ogen kijkt. Het geluk kan je vinden bij je thuis. Ferno is niet omgekomen in de brand. Hij was al dood. Wat? Hoe ja, kan gevallen waarschijnlijk. Uitgegleden en overleden aan de val. Een gebroken nek. Dus je denkt dat het een accident was? Daar gaan we voorlopig van uit, ja. Voorlopig? Dat wil dus zeggen, had je er dan rekening mee dat het misschien geen ongeluk was? Dat is de andere mogelijkheid. Maar wacht eens. Denkt u dan dat onze pa geduwd is? Denkt u dan... Onze pa wil je vermoorden. Ach, dat kan toch niemand doen? Nee, dat is waar, Sabine. Geef toe, dat lijkt me toch ook ver gezocht, hè? Af en toe kon hem wel eens roepen en teren, maar het was wel een lieve. Ja, hij kon die trap wel afgaan met zijn ogen dicht. Hé, Juri? Ja, de theorie is dat hij waarschijnlijk geschrokken is van die kortsluiting en in zijn haast om de vlammen te blussen dat hij gevallen is. De theorie? Ja, want de autopsie kon nog niet uitwijzen dat hij niet geduwd is of dat er iets anders gebeurd is. Maar houdt er dus rekening mee? 99% kans dat het een ongeluk was, maar dat 1% mogen wij niet uit het oog verliezen, hè? Maar misschien moeten we het hier op een ander moment over hebben. Zeg, ik mag dat ook weten, ik kan daar tegen, hoor. Ja, ik vind ook dat ze het mag weten. Ze hebben er trouwens allemaal recht op. Oké, stel dat Fernand geduwd zou zijn, dan zouden we dat natuurlijk graag willen weten. Ja, wij ook. Ja, en daarom dat wij verder zoeken. De autopsie is nog niet afgerond en aan de hand van de verwondingen hopen we te kunnen uitmaken of het kwaad opzet was of niet. Wat is het, Fern? Heb je het in Keulen horen donderen? Zo'n aanbod krijg je van je leven niet meer. Hè? 5 miljoen? 5 miljoen? Dat is wel een pak geld, hè? Ja, en meer dan dat waard is, Fern. Veel meer. Met de wc nog op het koerken. Badkamer die moet vernieuwd worden. En heb jij ervoor over? Ja. Ja. Heb ik ervoor over. Is niet genoeg misschien? Ah, wel, ik doe er nog 500.000 bij. Om te tonen dat mij medisch is. 5,5 miljoen, Frank. Oké? Fernand was een toffe collega. Vandaar dat de commissaris er ook zo achter zit. Op bureau wil iedereen de zaak zo snel mogelijk afgehandeld zien. Maar het is pas als de autopsie uitwijst dat er misdadig opzet is dat we kunnen verder zoeken. En zo'n autopsie, hoe lang duurt dat? Ik weet het niet. 1 dag, 2 dagen. Als er al misdadig opzet is, natuurlijk. Intussen hebben wij de hele buurt uitgekampt, maar niemand heeft Fernand zien binnengaan. Laat staan of er iemand bij was. Het was natuurlijk avond, het was donker. Maar het schijnt soms een combi voor de deur. Ja. Maar Fernand reed daar alles vaker mee naar huis, dus de buren vonden dat niet abnormaal. Het is pas toen Eva thuisgekomen is en merkte wat er aan de hand was, pas toen zij naar buiten gelopen is en een voorbijganger heeft tegengehouden dat de buurt is wakker geschuld. Ja, dat klopt. Die heb ik gezien, vlak voordat ik naar binnen ging. Eva achterna. Ja, en heeft u verder nog iemand gezien, rond het thuis? Of? Daar heb ik zo niet op gelet. Ik was helemaal in paniek omdat Eva binnen was. Ja. Natuurlijk goed dat u toevallig in de buurt was. Nou, was ik maar 2 minuutjes vroeger vertrokken. Mevrouw, ik heb gehoord dat Eva aan de betere hand is. Misschien zou ik haar een paar vragen kunnen stellen. Ik denk van wel. Ze is wel nog moe, want ze heeft veel last van die medicijn.
Mm-hmm. Maar u begrijpt, hoe sneller dat dit gebeurt, hoe beter voor het onderzoek. Dan zal het wel moeten. Zou ik daarbij mogen zijn? Om Eva te steunen moest het nodig zijn. Ze heeft dat nog lang niet verwerkt en daarom... Ik zou er eigenlijk graag bij zijn. Ik denk dat het beter is dat alleen de moeder meegaat. De Serge gaan zien, jou. Frank, niks in de mouwen, niks in de zakken. Open en bloot op tafel. 5,5 miljoen. Dat doet het toch niet voor mijn schone ogen, hè, makker? Franske, bedenk een keer wat je allemaal met dat geld kunt doen. Je kunt daar een prachtig appartement mee kopen. Alle comfort. Een kamer voor de Frankie erbij. Je gaat er verdomme nog aan overhouden. Allee, 5,5 miljoen. Dan kun je op een ander toch ook iets verkopen? Iets dat veel beter in orde is, zonder kosten. Want hier zijn er nog niet onder nieuw patatjes, dat weet je toch? Frank, dat heb ik u daarnet zelf gezegd. Allee, 5,5 miljoen. En waarom voor deze huis, hè? Omdat ik hier woon, hè? Omdat je me buiten wilt krijgen, hè? En waarom wilde je me buiten krijgen, hè? Ik zal ik het zeggen, jongen. Jij hebt schrik van mij, hè? Jij hebt schrik, zolang dat ik nog in de gebeuren ben, hè, dat Simon hier terug gaat komen intrekken. Daar heb je schrik voor. Ja. Simon zal hier terug intrekken, Frank. Wat? Simon, hier? Ja, want het is voor Simon dat ik het doe. Simon heeft altijd heel graag in dat duizeke gewoond. En daarom gun ik dat aan Simon. Dat ze hier terug kan komen wonen. Oh, dat duizeke. Allee, dat duizeke. Ja, ze heeft hier al gewoond in dat duizeke, ja. Ze heeft haar eigen hier altijd heel goed gevoeld in dat duizeke. Frank, we moeten elkaar niet misverstaan, hè. Als Simon hier komt intrekken, is het zonder u, hè, Frank? Ah ja, maar wel met u. Ah ja. En Rogéke en Osmo, zijn die ook in de prijs in begrepen? Daar moet ik het met hen nog over hebben. Maar ik reken erop dat ze graag zullen meegaan. Zeer graag met u zullen meegaan. Daar ben ik hier nog niet zo zeker van. En is het wel van dat duizeke, hè? Bij Simon, is het wel van dat duizeke? Is het niet voor ons moe? Want ze mist ons moe, hè? Dat zie jij toch ook? Zo stom zei dat toch nog niet, hè? En Rogéke en zijn duiven, alles, de sfeer hier, dat mist ze. Frank, heb u een bod gedaan, een heel riant bod. Je kunt er godverdomme een nieuw leven mee beginnen. Enfin, je kunt er nog eens over nadenken. Maar niet te lang. Mijn bod blijft 1 dag geldig. Doe maar rustig aan, hè. Neem je een tijd. En als het niet gaat, dan stoppen we gewoon. Dan gaan we op een ander moment verder. Zal het gaan? Oh, ik kwam thuis. En het was donker. Het licht ging, in de living ging het licht ook niet. En ik was de hele tijd op onze baan te roepen. En dan rook ik iets verbrand. Zo. En dan zag ik die rook uit de kelderdeur komen. Echt niet uitkrijgen. Ik heb echt geprobeerd. En dan het volgende, ja, dat was die knal, dat was dat lawaai. Dan viel ik op die trap. En verder weet ik niks meer. Ja, dat ik hier wakker werd. En is u niks dat normaals opgevallen? Wat zou dat dan moeten zijn? Iets dat anders niet in de kelder ligt. Iets dat anders was dan anders. Wat je raar vond? Nee. Nee, ik weet alleen dat ik er nachtmerries van heb. Dat moet echt afschuwelijk geweest. Ja, er is wel iets anders dat ik raar vond. Na de brand, hier in het ziekenhuis. Ze is er al. Ze heeft al 3 keer naar haar gevraagd. Kijk, ze zit weer al te zwaaien. Laten zwaaien. Kom maar, het is precies dringend, hè. Ik heb het gevoel dat tussen ons alles in orde komt. En weet je waarom? Ik heb vannacht heel lang wakker gelegen en ik heb liggen nadenken. En ik dacht, ik moet een oplossing vinden. En ineens
Ineens wist ik het. Enfin, Luc, hoe is dat nu mogelijk? We waren nu juist tot een akkoord gekomen dat we die Lexus zouden houden. Nee. Daar heb ik het niet over. Ik heb iets op toog. Een huis. Een huis? Ja. Maar dat vertel ik u straks. Ik ga eerst even naar madame, als het dringend is. Isabel is hier op mijn kamer geweest. Dat is de zus van Pierre. Ja, en dan? Jori en Christophe geloven dat niet. Waarom niet? Ik weet niet. Omdat ik nog in de war was. En omdat Pierre had gezegd dat ze op Curaçao was, maar ik heb haar echt gezien. Hier? Ja, echt waar. Ze heeft u toch weer niet bedreigd, hè? Bedreigd? Die heeft Eva ooit eens lastiggevallen, neergeslagen. Maar dat is nooit echt bewezen, dus... Nee, niemand wilde mij geloven. Eigenlijk was ze heel lief. Maar ja, dat wil niks zeggen bij Isabel. Maar wat ik nog het eigenaardigste vond, is... Allee, hoe wist hij dat ik hier lig? En is hij lang geweest? Nee, ik weet het niet. Heel even, hoogstens een minuut. Bon, ja, ik denk dat we er verder mee kunnen. We gaan het in elk geval uitzoeken. Eva, bedankt, hè. En sterkte nog. Waarom heb jij daar tegen mij nog niks van gezegd? Waar is Pierre? Ja, op zijn kamer, denk ik. Ik hoop dat hij niet te lang weg blijft. Goeiedag, ik zoek Pierre Vink. Die was niet op zijn kamer. Even kijken. Ja, dat kan kloppen. Ja, die is waarschijnlijk naar huis, want hij is vanmorgen ontslagen. Ah, dankjewel. Ja. Ik heb wel schrik, ze. Voor als die windels er gaan afmogen, voor hoe ik er dan uit ga zien. Dat zal echt wel meevallen. Tijd deelt veel wonden, ook echte. Ja, brandwonden kunnen echt heel lelijk zijn, ze. Echte littekens. Ze gaan daar alles aan doen dat dat niet het geval is. Ik weet het van Pierre, die heeft zo'n litteken. Van de brand? Ja, en niet van deze, een vorige. Die heeft al eens in een brand gezeten, hè. En dat je dan toch nog dat vuur inloopt om mij te redden. Heb jij voor papa toch ook gedaan? Ja, maar nog zoiets een tweede keer, dat zou ik niet kunnen. Nee, maar je ligt wel veel te lang in je bed, hè. Er zijn al 3 klanten. Ja, wel eerst een stukje eten. Nee, kind. Eerst koppen komen wassen. Niet op mijn achtermagen, zeg. En daarbij is het niet tijd dat je iemand anders in dienst neemt. Of nog beter, de Nief terug in dienst neemt. De Nief, dat zal echt wel moeilijk gaan. Jij, hè. Je bent een koppig mens. Ja, maar de Nief, hè, die heeft een ander job. En dat heeft hem alleen maar gedaan omdat jij hem daar de toestemming voor gegeven hebt. Ja, maar Piggetje, het heeft toch geen enkele zin om die jongen hier tegen zijn goesting in dienst te houden? Die ene jongen, hè, die wilde hier graag blijven werken. Volgens mij heeft hem dat alleen maar gedaan om je uit te testen. Enfin, zwart. Wat dat er ook van zijn van de Nief, dat is een afgesloten hoofdstuk. Vind je alles? Ja, misschien. Wel, ik ben heel blij dat je nog eens bij ons bent. Echt waar. Allee, je kunt een boken eten, maar daarna verwacht ik u wel in het salon. Hey Eva. Hey Pierre. Waar ben je zo lang gebleven? Ik mag naar huis. Ja. Oh, dat is goed. Ik zal dat nog niet zo rap kunnen zeggen, denk ik. Dat komt wel.
Ik kom u aflossen. Dan kunt je iets gaan eten. In de kantine schijnt het heel lekker te zijn. Ik heb geen honger. Trouwens, ik blijf liever bij Eva. Je moet ook een beetje aan jezelf denken. Ik bedoel, na de lange en vermoeiende reis en de schok en zo. Jij zit hier anders ook wel constant aan haar bed, hè? Maar dan weet ik dat ze in goede handen is. Ah, merci. Nee, nee, zo bedoel ik het niet. Integendeel. Maar als ik niet bij haar kan zijn, dan maak ik mij toch maar extra zorgen. Ik zou wel even met Pierre alleen willen zijn, mama. Allee, vooruit dan. Die kantine? Tweede verdieping. Rechts van de liften, je kunt het niet missen. Allee, het is niet zeker dat het kwaad opzet is, hè, maar ja, ze sluiten het ook niet uit. Er zit niet echt schot in die zaak. Ja, sorry dat ik dat zeg, maar ik kan het eigenlijk allemaal wat moeilijk geloven. Wie zou er Fernand nu kwaad hebben willen doen? Ik kan dat ook niet geloven. Ken jij die Pierre goed? Nee, niet echt. Als moeder kent hij wat beter. Ja, die is er niet echt zot van, hè. Nee, maar dat komt omdat je Eva hier heeft weggehaald, hè. Misschien is ze wat bevooroordeeld, ik weet niet. Misschien, ja. Heb je goed geslapen op de zetel? Dat gaat. Hoe is mijn mama? Gaat dat zo wat tussen 02? Het gaat iets beter. Ja, zeg. Het is nu ook niet echt een moment om... Nee. Ik stoor toch niet? Zeg. Nee. Ik ben veel te blij dat ik die vettige koppen nog niet moet gaan wassen. Nee, jij zit ook niet echt van plan om hier lang te blijven werken. Ik dacht van niet, nee. Nee. Ah, gewoon zijn moeder, die had wat liefdesproblemen. En, oh ja, zeker. Wat ga je nu doen? Ik weet het niet. Wacht tot de begrafenis en dan... ik zou wel zien, alleen. Dat ik kan me nog niet goed geloven. Ik ben content dat ik u nog heb. Het is eigenlijk nog een geluk dat tenminste één van ons er goed is uitgekomen. Ik moet er constant aan denken. Ik had meer kunnen doen. Als ik een beetje vroeger bij u was geweest. Het spookt constant door mijn hoofd. Geef mij eens een kus. Ik wil u geen pijn doen. Hoe is dat eigenlijk met die ondervraging afgelopen? Je moet nu niet direct kwaad worden. Hè. Ik moet u eigenlijk iets opbiechten. Opbiechten? Ja, ik heb dat gezegd van Isabel dat hier ineens stond. Evatje, was dat wel zo? Ik ben haar toch gaan zoeken, ik heb haar niet gezien. Ik weet het, maar ik heb echt schrik. Isabel is niet meer jaloers op ons. Nee. Ik heb met haar over ons gepraat. En ik heb haar gezegd dat wij nu een echte relatie hebben. En blijkbaar is ze gaan inzien dat ze daar toch niks meer aan kan doen. Ze heeft mij zelfs gefeliciteerd. Isabel. Isabel. Misschien heeft ze zelf een lief. Wie weet, ik hoop het. En wanneer was dat voor het ongeluk? Hm. En waar is ze nu? Geen idee. Ik ben in dagen dat ziekenhuis nog niet uit geweest. Maar goed ook, zo kon ik heel veel bij u zijn. Hm? Maar nu mogen we wel weg. Ik moest er een keer van komen, hè. Nu jij nog. Jij zult hier ook snel genoeg buiten mogen. Je moet nu alleen nog maar genezen en je voor de rest geen zorgen meer maken. Hm? Je komt mij toch nog bezoeken. Elke dag een keer of vier? Is dat genoeg? Free
Dat verstaat hij nu toch niet, dat hij blijft duren tussen die twee. Maar ja, Simon zit er natuurlijk ook voor iets tussen. Maar ja, ik weet het, Jenny. Dat heb ik al afgezien met die twee zuilen van August. Zelfs jij er dan nog moest geweest zijn. Hola, mo. Hola. Ik weet het, manneke, maar... Ik... Allee, zeg, hoe is dat met je? Goed. Ja? Ja, alleen die brand bij Fernand. Ja. Ik kan er nog altijd niet van over. Frank is er ook zo hard van in, hè. Ja, die zit er echt moeilijk mee, hè. Ja. Allee, wie had er nu van hem kunnen denken? Wow, hij had ook zijn goeie kanten. Ja. Allee, hij heeft zijn goeie kanten. Ja. Zeg, moet ik dan nog iets drinken? Nee, ik zou eigenlijk liever naar huis gaan. Nee, we gaan nog iets nemen, Flavio. Ja, maar hier zit het tenminste wat rustiger. Hm? Zeg, maar wat gaat die Luc er nu thuis doen? Ik vraag me dat af, hè, want... Ja, we hebben het laatst hier de hele tijd over zitten speculeren. Laat dat nu stoppen, hè. Jenny, hetzelfde. Hetzelfde? Nee, maar voor mij koffieke. Koffieke. En voor mij, ja. Ja. Boe. Oh, Pierre. Dat vind ik nu echt niet schoon van u, hè. Ik ben de held en jij komt mij niet eens eens bezoeken. Pierre, ik was dat van plan vandaag nog. Maar ja, hoe zou... Amai, je ziet er goed uit. Echt waar? Heel goed. Bedankt, ik voel mij ook goed. Nog een beetje kortademig, maar het gaat wel. En Eva? Ja, afwachten. Maar ik vrees er een beetje voor. Voor haar carrière? Ja. Maar goed, ik kan ook geen 24 uur op 24 bij haar blijven. Moet hier ook nog een beetje gewerkt worden, hè? Het wordt inderdaad wel tijd dat je terug bent, want onder ons twee redden Koen en ik het niet. Ik weet het, Jasmin, ik weet het. Je klinkt weer helemaal gelijk vroeger. Heb jij Isabel nog gezien? Ik dacht dat die op Curaçao zat. Ja, dat dacht ik ook, maar volgens Eva is ze terug. Daarom, ik had graag eens met haar gesproken. Al op haar appartement gaan zien? Ja, daar ben ik geweest. Daar is niemand te zien. Niemand te zien, verdomme. Alsjeblieft, mon. Ja. Rogerke. Dank je, alsjeblieft. Oh, Frank. Wat? En hij ziet er nog heel uit, zijn mon. Waarom zou ik er niet meer heel uit zien? Ja, ons moe was al gerust. Ons moe, die mocht er eigenlijk altijd al gerust. Ja, maar ik dacht dat je al een rust zou maken. Nee, ik dacht dat je, allee, dat je direct naar de keel zou vliegen. En zo te zien is dat nogal meegevallen, hè? Ja, maar wat kwam de Luc doen? Hey, wat heeft hem gezegd? Je hebt hem toch iets laten zeggen? Je hebt hem niks laten zeggen, ik zie het, hè. Je zet hem direct naar de keel gevlogen, zeker. Heeft hem onder de deur gezet. Vlorken remmen dicht, hè. Ja, maar heeft hij u lastig gevallen? Alsjeblieft. Of heeft hem in een toekop op uw... Maar Vlorken, nu is het genoeg. Je ziet dat het Frank niks mankeert. Hey Frank, zeg geen iets zo. Onze Luc, hè, die wil me 5,5 miljoen geven. Jammer, wat is het nu? Dus vanaf nu gaat die Cornelis ons alle materiaal leveren. Aha. En 10% goedkoper. Dat hij daar zijn broek niet aan scheurt. Dat is mijn probleem niet. Ik kan de werkingskosten serieus drukken en hij kan op tijd leveren. Ik vind dat dat goed gewerkt is. Allee, hè. Dat zou kunnen. En dat geeft ons de mogelijkheid om dit jaar de mannen een keer een opslag te geven. Ik zal maar doen alsof ik dat niet gehoord heb, zeker? Ik dus ook niet. Jij slaapt al bij de managing director. Je mocht zelfs in zijn Lexus zitten, Simon. Nu wilde nog opslag ook. Jij krijgt opslag van mij. Luc Beaumans, soms vraag ik mij toch af voordat je mee bezig bent. Enfin, wat? Ik vind dat zo'n contract gevierd moet worden. Wat denkt je van lunch bij Giovanni? Sorry, maar we hebben al afgesproken om te gaan eten met Simon. In het frituurken op de hoek, zeker? En het gedacht dat jij er zou bij zitten, dat zou mijn eten veel minder gemakkelijk doen verteren. Bon. Allee, ik zal dat maar eens aan de mo gaan vragen, zeker of die tijd heeft. Wat zeg ik? Vragen? Hij moet mee, verdomme. Die zou verdomme iemand van de straat gaan halen om mee te gaan eten. Vind je dat niet zielig? Zielig of niet zielig, Luc, maar ik wil ook niet met u gaan eten. Want ik wil eerst wel eens horen wat dat is van dat huis. Oh, juist daarom. Ik wil u dat rustig uitleggen bij een etentje. Nee, je kunt dat ook nu vertellen. Nee. Rustig, aan tafel. Ah, wel, pak een stoel en ga zitten en vertellen. Simon, nee, met een aperitiefje en met een flesje wijn. Luc, alstublieft, ik zit al meer dan een uur op eten kolen. Ah ja, dat moest zeer doen, toch? Ah, wel, daarom. Dat hij mee gaat eten. Houd op met zeveren, hè. Ik blijf hier zitten totdat je het mij vertelt. Nog altijd op die eten kolen. Simon, hé, hey, ik plaag u alleen maar, hè. Nee, allee, het is goed. Gelijk dat ik gezegd heb, ik heb nagedacht.
En ik heb dus ook een oplossing bedacht. Ik ga een huis kopen. En niet eerst het beste huis. Het huis van Frank. Vanavond dus. Ja. Het is heel tof dat je deze middag al zou kunnen, maar dat gaat niet voor mij. Oké? Okay? 8 uur. Of nee, doe maar 9 uur om zeker te zijn. Ja, er zijn nog andere modellen, hè, Chrisje? Oké, okay, tot vanavond. Oh, vanavond, 9 uur. Mijn mening wordt weer niet gevraagd. Ja. Eva, haar verband gaat er deze middag af. En ik wil daar absoluut bij zijn. Ik begrijp het. Binnen. Goedemorgen. Inspecteur. Meneer Vink, ik zou u graag enkele vragen stellen. Geen probleem. Gaat u zitten. Wilt u iets drinken? Nee, dank u. Wat komt de politie hier doen? Ja. Die gaat hier nog wel meer gaan zien, Jasmin. U komt in verband met de brand bij Fernand. Ook, maar niet alleen daarvoor. Weet ik. U komt informeren naar mijn zus Isabel.